graag dat een beeld iets doet met de mensen. Dus of dat nou positief of negatief is, liever positief natuurlijk. Maar ik wil vooral dat mensen anders gaan denken. Of dat ze er iets van vinden, of dat ze erover na gaan denken waarom die hier staat. We willen geen kroon toch aan de stel hebben. We willen een aangekleden man hebben. Dit beeld vertoont Anton de Kom met gesloten ogen. Het beeld vertoont Anton de Kom naakt. Het beeld vertoont... Wat mij niet aanstond, dat was het naakte. Een afgehakte arm. Inderdaad, er zijn mensen en ik ook refereerde aan de slavernij. Ik was fel tegen, het mag gezegd worden, fel tegen dit beeld. Bij de onthulling stond ik hierboven naast het beeld van hij wordt zo niet onthuld. Dus dat wel, echt fel tegen. Normaal als ik een opdracht krijg voor een beeld, of voor een werkstuk, ga ik natuurlijk altijd kijken over naar de plek. Want dan ga ik kijken en dan kan ik zien, nou oké, okay, hier moet het komen. Hoe voelt het? Is het licht? Is het donker? Is het groot? Is het klein? Lopen mensen dichtbij langs of ver weg langs? En aan de hand daarvan ga je bedenken van, nou het zou gaaf zijn als er hier iets heel groots kwam. Of juist iets heel kleins. Of iets heel met veel kleur of juist met weinig kleur. De opdracht was om het beeld uit brons te maken. Brons is een metaal. En ik heb er eigenlijk meteen voor gekozen om het beeld toch uit hout te maken. Omdat ik ten eerste vind ik hout een heel warm materiaal. Het voelt lekker aan en staal is vaak koud en hard. En ik vond dat beter bij het karakter van Anton de Kom passen. Ik vind het gewoon heel bijzonder dat Anton de Kom in een tijd waarin de Surinamer doordrongen was van het feit dat hij minder waard was. Dat hij vanuit zijn innerlijk kon zeggen, nee, ik ben evenveel waard. En wij zijn allemaal evenveel waard, we zijn allemaal mensen. Toen ik dichter bij het beeld kwam, er is voor mij een kentering in mijn denken gekomen. En ik ben het beeld ook anders gaan bekijken. Als je hem van dichtbij bekijkt, vooral die rug, toen ik die rug zag, dacht ik van, goh, wat een kracht zeg, wat een energie. Weet je wel, het was van zichzelf al een iel mannetje. Dus zo stond hij niet toen in die tijd. Voor mij is dat dan kracht, de innerlijke kracht dan. En de hoop die hij uitstraalt. Ik heb geprobeerd om die trots die echt van binnenuit komt, om die in zijn lijf weer te geven. Voor mij zit dat dus bijvoorbeeld niet in kleren. Het zit ook niet in een zwaard wat je bij je zou hebben of zo. Maar het zit gewoon in hoe je staat. Ben je fier? Ik denk dat dit beeld een kunstwerk is. Het is niet exact de persoon Anton de Kom. Ja, het gezicht en het borstbeeld wel. Maar voor de rest is erin verwerkt. Ik denk de emotie, de gevoelens en het zicht die de kunstenaar had. Was eigenlijk al vastgesteld hoe groot het beeld zou moeten worden. Namelijk zo groot als een mens. Ik wist dat het plein wel heel groot was. Dus ik heb stiekem toch gezegd van nou... Het plein is zo groot, ik wil toch wel dat hij een beetje daar een beetje vier staat te zijn. Dus ik maak hem toch maar twee keer zo groot. En ook heb ik in samenspraak met de architecten, dus de mensen die verzonnen hebben hoe deze trap eruit ziet, hebben we bedacht dat hij in het midden van de trap zou moeten staan, zodat alle mensen een beetje op de trap kunnen zitten. En dat hij eigenlijk in het midden staat van alle mensen, zodat hij een beetje van de mensen is. Ik de opdracht kreeg, heb ik meteen een kaartje gekocht voor het vliegtuig naar Suriname. En toen ben ik een boom gaan zoeken. Als ik een beeld meteen uit brons had gemaakt, of klei, wat je meestal doet als je een bronzen beeld maakt, dan krijg je wel een heel ander beeld. Ik bedoel, je ziet nu wel nog steeds dat het een boom is geweest en dat ik het heb gehakt.
En dat vond ik belangrijk om die kracht van, het, ja, van de boom te laten spreken. Ik heb voor de allergrootste stukken heb ik een kettingzaag gebruikt. Dat kan je ook nog zien. Kijk, je ziet hier nog alle groeven van de kettingzaag, het blad van de kettingzaag. Waar ik zeg maar op de huid heb gewerkt. Daar heb ik met grote beitels gewerkt en met hamers. En daarom zie je ook nog al die treetjes. Dan kon ik zo werken. Omdat het in brons moest ik een mal maken. Dan moet je dus overal rubber overheen strijken en daarna een harde kap. Dan haal je dan eraf en dan heb je een mal van het beeld. Dus vervolgens gaat dat naar de bronsgieter en die maakt er dan een bronzen beeld van. Ja, daar zijn ze wel 3 maanden mee bezig. Toen het beeld klaar was, het weegt bijna 1500 kilo. Dus dat is best wel zwaar. Het zit met zulke dikke ankers vast hier in de grond, dus je kan dit ook niet omduwen. Wat vooral heel mooi was, was daar stond dus een enorme torpedokraan. Dus bijna zo hoog als dat gebouw. En dat beeld dat vloog zo, wieu, zo door de lucht. En toen moest ik hier staan en zeggen, oh, een beetje links, een beetje rechts, wap, zo. En toen kwam ik hier te staan. Nou, dat was wel mooi. Een vliegend beeld, dat zie je niet vaak.